Mijn naam is Arthur Kleijsens. Ik ben afkomstig uit Gent. Maar ik studeer momenteel in Kortrijk. En ik ben 24 jaar. Ik kom hier nu, probeer hier elke zaterdag te komen voor te komen smeden eigenlijk. Ja. Dat wel een toffe bezigheid is om een beetje zeker nu dat je niet veel kunt doen in open lucht en zo, is deze sowieso wel iets om zo naar uit te kijken elke week eigenlijk. Om zo'n stempel te zetten van die zaterdag is voor mij alleen. En dan ga ik hier met de vrienden van Bolwerk samen smeden en we gaan ons een beetje amuseren. Ik ben Emma Pauls. Ik ben 26 jaar. Ik kende Bolwerk dus eigenlijk eerst als een plaats waar er eigenlijk fantastische muziek was en een heel open sfeer. Voor me dan pas later te realiseren dat er eigenlijk ook enorm veel projecten waren die ook, waar ik ook op kon aansluiten. Want in het begin kwam ik hier eigenlijk gewoon pintjes drinken. Ja. Er is altijd wel iets dat je kunt doen. Dat is, meestal weet je het gewoon niet, dat je het in je hebt zitten. Maar het is altijd wel iets dat je ergens gezien hebt of opgepikt hebt, ook al is het door YouTube-filmpjes te kijken. Want heel veel van wat ik weet hoe te maken, is van op het internet gewoon filmpjes te kijken. En je pikt dat mee. En dat zit niet van voor in je gedachten, maar dan, als je iemand bezig ziet, kan dat wel een keer te binnen springen. En zelfs als je hier niets weet, dan leren wij, dan kunnen wij jou als dan iets bijleren. Dus dat is sowieso wel... Hij zei als dan dit, hè. Je kunt als dan iets doen voor... Dus. Ik heb hier al van alles uitgesproken, denk ik eigenlijk. Ik heb hier een doolhof gebouwd, ik heb hier een atelier, een outdoor atelier gebouwd. En ik heb hier dan 2 weken, 3 weken aan een stuk in dat atelier gewerkt, in de open lucht. En er waren hier dan gewoon toevallige passanten, caféhangers, er was hier van alles van passage. En die mensen vroegen dan aan mij van ja, wat zei je hier aan het doen? En was ik daar ja, aan het spelen. Hè. En het is eigenlijk spelen. Hè. Bolwerk is, ja, ik denk dat spel misschien een belangrijk begrip. Ja, spel. Er is hier heel veel vrijheid. Er wordt hier heel graag out of the box gedacht. En ook... het begrip duurzaamheid is ook heel belangrijk voor Bolwerk. En ik denk dat daar veel mensen een heel grote nood aan hebben voor ook een keer in dit milieu, in dit klimaat, eigenlijk echt nood hebben aan verfrissende ideeën. En ik denk dat Bolwerk daar wel altijd mee komt. Zo. De materialen dat zij mee werken, zijn ook altijd duurzame materialen. De manier waarop dat zij mensen willen betrekken is altijd heel toegankelijk. Het is ook laagdrempelig. Je kunt hier zijn, echt zijn wie dat je bent. En niemand gaat je judgen voor hoe dat je kleedt of hoe dat je bent of hoe dat je gedraagt. Het is gewoon allemaal, iedereen wordt hier geaccepteerd. En dat vind ik echt wel een bolwerker. Ja. Is iemand die naartoe gaat en hij gaat je aanspreken en lijkt dat je een beste maat is dat je al een jaar niet hebt gezien. En dat is het geestige eraan eigenlijk.